En je ziet dat in het begin eigenlijk alleen bekend was dat hij naar Duitsland was gedeporteerd. Nou, dat is wel heel erg ruim genomen. Polak, Polak. De documentaire Hier was Bertram geeft aangrijpend weer hoe de familie Polak tijdens de Tweede Wereldoorlog uit elkaar viel. De transportdatum is eraan toegevoegd. Transport van Amersfoort via Westerbork naar Auschwitz. Een van de eerste transporten. Daar wordt Bertram in 1942 vermoord. Arnoud Jan Bijsterveld woont nu in het Tilburgse huis van de Joodse familie, die terugkeert om Bertram te herdenken. Hier was Bertram, 5 mei, bevrijdingsdag, op Omroep Brabant.